Groep 6 van de Wereldboom deed mee aan het nationale schoolontbijt en zat bij burgemeester Arjan Gerritsen aan tafel. De gemeente Almelo schonk €200 in het kader van het goede doel aan de stichting Kinderpostzegels. Ik ben er heel erg blij mee. Nou, top. Dank jullie wel allemaal. Zo'n bolletje, zo'n bruin bolletje. Dank je. Ja. Wat wil je hebben? Thee. Thee? Volgens mij is dat thee. Ja. Oh ja. Ja. Ik ben hier volgens mij al recht toe aan thee. Wil je suiker bij? Ja. Nou, jij weet wel hoe het moet. Wat vindt u belangrijk aan een gezond ontbijt? Nou, wat ik heel belangrijk vind aan ontbijt is dat je ontbijt. Hè, want dan krijg je energie van voor de dag die voor je ligt. Als je moet leren of sporten of werken. En wat ik ook belangrijk aan een ontbijt vind is dat het lekker is. Want we willen natuurlijk ook dat het lekker is. En er is heel veel er zijn heel veel dingen die gezond en lekker zijn. Ik zit helemaal onderin. En dat is eigenlijk... Hoe zit voor u een gezond ontbijt eruit? Nou, dat kan elke dag een beetje wisselend zijn. Hè? Kijk, als je ontbijt met koffie en een stroopwafel, dat is niet zo gezond. Maar als je ontbijt met een lekker glas melk en een bordje met yoghurt en muesli of een bruine boterham is nog gezonder dan een witte, met jam en niet te veel zoetigheid, dan denk ik dat je wel een gezond ontbijt hebt. U heeft ontbijten met leerlingen van de Wereldboom. Wat vond u daarvan? Sowieso heel erg leuk. Het is heel erg mooi dat de Wereldboom dit faciliteert, hier aan meedoet. En het is nog mooier om te zien dat de leerlingen uit groep 6 van de Wereldboom ook zo actief zijn in de stad. Begaan zijn met elkaar en met de dingen die ze doen, het leven van alle dag. Dat is heel erg leuk om ook de jongste inwoners van de stad op deze manier te ontmoeten. En het is uiteraard heel erg goed dat ze aandacht krijgen voor een goed ontbijt. En uiteraard het goede doel, Stichting Kinderpostzegels, waar kinderen overal in Nederland goed mee geholpen zijn.